Oké. Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Ja, dat Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet. Excuseer. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet sorry, wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor, ik bedoel, meneer, maar moeten we nu nog antwoorden of niet, want... Goh. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, want mensen thuis mijn excuses hiervoor, we hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb het zelf geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur... Dit kan niet, dit kan voor mij. ...uitgelacht te worden, vlak zo'n keer op kan praten. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zo gezegd niet op tijd zijn. Voort stond de voltallige BRT-directie daar binnen.